hard zwoegen voor de groep achters de komende dagen. De CITO-toets is vandaag begonnen. Op de meeste Weesperscholen moesten de scholieren vandaag al vol aan de bak met taal en rekenen. Ook op de Hobbedop, daar deden twee groep achters de grote toets. En waar de een het ontzettend spannend vindt, wordt de ander er niet warm of koud van. Niet echt. Ik vond het makkelijker dan de oefencito. Welk onderdeel hadden jullie vandaag? Taal 1, rekenen 1, taal 2 en wereldoriëntatie 1. En welke snel het makkelijkst? Voor mij vond ik rekenen makkelijk. Was je vanmorgen zenuwachtig toen je uit bed kwam? Nee. En dan kom je op school, dan doe je het boekje open. En is die dan moeilijk of makkelijk? Het valt wel mee, vind ik. Wat vond je het moeilijkste onderdeel? Rekenen. En waarom? Ik ben niet zo goed in rekenen. We hebben een proefcito gedaan om te kijken van dat ze de vragen wisten wat ze te verwachten hadden. En dat meer hebben we eigenlijk niet gedaan. Nu heb je maar twee leerlingen. Kun je zeggen dat de CITO-toets over het algemeen goed gemaakt wordt hier? Of? Ja, normaal wel. Al altijd goed gemaakt. En dat verwacht ik dit jaar precies hetzelfde. Ja. Als je het zo ziet, dan hebben ze het eigenlijk hartstikke makkelijk gehad vandaag. Zij vonden hem allemaal erg meevallen. Dus laten we hopen dat het goed gegaan is. De CITO-toets duurt nog 3 dagen. Morgen staat studievaardigheid op het programma.